Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Magus TV. We beginnen zoals altijd met het Bengske van Megen. Dorothea sprak dit keer twee gasten op haar Bengske. Frits van Schijndel en Frans van Orsau. Leden van het eerste uur van de Boerenkapel die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Bengske van Megen, voor wat maar geluld. Het Bengske van Megen. Als je nog mis kon huren, dan wier hij nog gek. Hij zit dan van terug, wat gelul is de nek. Goedendag, deze keer zitten wij op Bengske met Frans van Orsau en Frits van Schijndel. Namen dus in verband dus met het 50-jarig bestaan van de Keienblazers. Dag Frans. Ja, goedemiddag. Ja. Hoe gaat het met jou? Nou, redelijk goed dus. Oké. En Frits? Ja, prima, we mogen niet mopperen. Ja, wij zitten hier op het Bengske en we hebben een prachtig uitzicht hier. Vroeger had hij een andere bestemming, hè Frans? Het bankje bedoel je? Nee, de uitzicht. Oh ja. Maar heel vroeger, maar toen liep de Maas anders. Oké. Okay. Kijk, toen hebben ze met de Maas, met de verlegging van de Maas, hebben ze dat zo gelegd, binnendoor. Ja. Oké. Okay. Vroeger liep je hiervoor. Ja. En zo op haar dan. Ja. De Maas had een stuk over Maas liggen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. En daar kwam hij uit. Ja. En Frits, en wij kijken hier nou naar jouw land hier. Ja. Wat was dat vroeger? Dat was hier, was vroeger een voetbalveld. Een voetbalveld? Dat was een Megens voetbalveld van O&O. O&O, wat betekent dat? Toen en dat had een Vitesse geworden. En wat betekende O&O? Oh ja, dat is een goede vrouw. Dat zou ik niet weten. Die zoeken we op. Ja, en toen is Vitesse geworden. Ja? En die hebben ze de naam moeten veranderen. Omdat er in Nederland nog een Vitesse was. Ja? Die was ouder. En die hebben toen het bestaansrecht gekregen. Oké. Okay. En toen hebben ze er ulexes van moeten maken. Ja. Dus dat was dus een beetje van de voetbalclub. En de vrouw, trouwens, vroeger stond er de kermis hier ook. De kermis? De kermis, die was hier onder de dijk. Oh. Dat is al wel lang geleden, of niet? Ja, want toen liep het voetbalveld van hier, van de trappen af, tot ongeveer aan de Vliet. Ja. Waar die weg, die was er nog niet. Nee. En, maar ja, dat is al voor een heel tijdje geleden. Toen zaten wij nog meer korte boks op school. Ja. Op de lagere school. Ja. En weet jij dat ook nog, Frans? Hier de voetbal heb ik hier geleerd. Oké, okay. Dus jij hier hebt hier... Opklompen. Opkloppen? Ja, opkloppen. Ja. Ja? Ja, en toen het inderdaad was in die tijd Pieter van de Boogaard, noemen wij die. Die was bij de voetbalclub, Jan de Dikke, noemen wij die. Dat was Jan, hoe heet die met de achternaam, Jan ook weer. Dus die gingen hier allemaal trainen. Het was eigenlijk een trainingsveld. Oké. Okay. Ja, en dan gingen ze soms bij de studenten op het veld. Maar dan mocht maar één of twee keer per jaar. En er was een wedstrijd tegen de studenten zelf. Jo. Toen die tijd. Er was nog de studenten van het gymnasium, ja, toen van de gymnasium. Acropolis nog gymnasium was. Ja, precies. Nee, en toen was ik bij de junioren en toen mocht ik voor de eerste keer meedoen met de senioren. Oh. En toen was ik 17 jaar en ben ik erbij gebleven op het 22e. Ja. Toen ben ik in de muziek gegaan. Ja. En toen zei de instructeur, Jo van de Boort, ja? Het is één van de twee, voetbal of muziek maken zit hij. Nou, ja. Toen ben ik aan het voetbal geschopt, dus met mijn enkel, ja. Tegen mijn enkel aan, weet ik, kwam ik thuis te zitten. En toen heb ik het voetbal stopgezet. En toen werd het de muziek. En toen was alles muziek. Hè? Ja, ja. Nee? En want nou dat we het toch over de muziek hebben, want de Keienblazers die zijn ergens uit ontstaan. Hè? En Frits is van het oudste, en jij ook Frans, van het oudste uur, denk ik. Ja, eerste uur. Van het eerste uur? Deze waren anderen.
van het eerste uur. Ja? Maar dat was een loslopertje groepje. Was niet origineel. Nee. Nee. Dat is later origineel geworden. Ja. Nee. En Frits, wat zeg jij? Ja? Van die zijn ontstaan uit de? Uit Aalstra. Ja. Daar is de boerenkapel uit ontstaan. Oké. Okay. En kan je daar meer iets over vertellen? Ja, dat was toen de tijd onder leiding van Jo van den Bogert. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk van het begin van de oprichting van de carnavalsclub. Want wij hebben de eerste de jaar van tevoren, voordat de carnavalsclub opgericht werd, toen hebben wij als Alstra's, zijn we met de platte wagen de Meegenende gereden. Ja. En nadien is eigenlijk de boerenkapel pas ontstaan. Okay. Carnavalsclub. Ja, ja. Ja. En weet jij, Frans, nog uit die tijd, zat jij ook op die kar? Nou, ik zal me vertellen, als lid van de carnavalsclub was Frans de tweede op de lijst en ik de derde. En Huub Voet hier ons toch ingeschreven bij Hotel Muskens, toen die tijd. Hotel Muskens? Toen werd het officieel, hè? Ja. Ook. En waar zat de Hotel Muskens? Op die hoek daar bij de Wilhelminastraat. Oh, waar nu de Mulder is? Ja. Precies. Ja, okay. Ja. Ja. En in welk jaartal de Keiblazers ontstaan? Weten jullie dat nog? Dat kun je op die foto zien, daar staat een datum precies achterop, op die eerste foto. Ja, dat was het in 19. Dan moet ik eerst gaan kijken. Dus eigenlijk ontstond het eerder, in 1961, ja. Zei je toen straks? Ja. Ja? Dat was de eerste keer dat wij met de boerenkapel de Meegenende trokken en dat jaar erop is de carnavalsclub pas begonnen. Dat klopt. Dus wat moesten jullie dan altijd met carnavalsclub samenspelen? Toen speelden we met de carnavalsclub samen. Dat was een celle show. Als je geen lid wordt van de carnavalsclub, moet je niet bij de boerenkapel. Er is toen een eind aan gekomen, zag je zo een keer. Ja, dus dan is het daar. En wat is de... We hebben het in het begin wat moeilijk gehad. Ja? Want we zaten met de financiën. Ja. Maar met muzikanten, die hadden een eigen instrument. Maar die erbij kwamen, die hadden helemaal geen instrument. Nee. En toen kwam de oplossing, de Raad van Elf, ja? die ging op de pier ophalen. En die hielden ermee op, wegens de omstandigheden, waar de wezen hadden meer. Mm-hmm. En toen zei hij, wij weten niet wat de boer kwijt, weet je, dat doen wij mooi. Ja. En dat is nog steeds gebleven. Ja. En daar bracht centen op en kon instrumenten kopen. Nee? Voor diegenen die erbij wou, zonder instrument. Nee? Ja. Dat was dan een mooie oplossing. Ja. Mooi opgelost. Financier dat, hè? Ja. Ja. Prima. Ja. Wat zouden jullie de kijkers mee willen geven? Dat is allemaal muziek moeten maken. Dan blijf de jong. Wat zeg je, Frits? Allemaal muziek maken, dan blijf de jong. Ja. Dus bij deze dan niet vast. Ja. Trouwens, er schiet me nog iets te binnen. Ja? Van die voetbalclub, een eindje verder rechts. Ja? Daar redden die betonnen trap nog liggen, dan ging die met de betonnen trap naar beneden. Ja. En die ligt er nog. En die ligt er nog? Die ligt er nog. Zo. Wel in de dijk verstopt? Gestort. Ja? Maar hij ligt er nog compleet. Oh, mooi. Daar zijn ze mee bezig om hem weer zachtjes tevoorschijn te houden, denk ik. Oh, dat is wel een leuk ding voor Meegen. Ja. Ja. Want weet je wat ze daarmee willen doen, Frits? Weer uitproberen te graven. Dat je gewoon op de originele manier weer een dijk op kunt met de trap. En daar beneden? Dat ging je vroeger mee naar het voetbalveld toe. Ja. Met je trap. En gaan ze daar beneden onderaan de trap nog iets maken, denk je? Nee, ik vermoed dat ze... dadelijk vanaf het mozakken dat de mensen die je trap op meegen in kunnen. Dat is een beetje een attractie. Dat is wel een stuk handiger, ja. Ja. Die boeren best op.
Die toren. Wat zeg je, Frans? De boeren die toren, wij hadden, weet je. Ja? En die konden dan. Want daar kwamen ze de brug over. Ja? En dan lag een arme tuintje zoek dan. Ja? Die kant. Uh-huh. En dan gingen ze misschien naar boven. Ja. De trap op. Of die dijk op. Hey, als het dan was. Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk met jullie gepraat te hebben. Ik wens jullie nog heel veel plezier en in ieder geval vooral feestplezier op 2 november aanstaande. Ja. Dus want dan is het feestje van de keienblazers. Dus kijkers, jullie zijn ook van harte uitgenodigd. Oh, kijk eens dan. Dankjewel, Frits en Frans. Dan vooral ja. Een beetje repeteren weer. Ja, we gaan weer repeteren. Dan moeten we rekening houden dan. Ja, nee? Ja. Hoe laat begint het? 8:00. Ja. En dan van Meeken, door wordt naar geluld. Het meisje van Meeken, in een bom op de vult. Als die bom is kon huren, dan wier hij nog gek. Hij zit dan van treuren, wat geluld is de nek. Peter Becker, Wilfred Witsiers, Ferry Witsiers en Rob Schoenmakers hebben een lintje gekregen. Zij worden hiermee bedankt door de burgemeester voor hun jarenlange inzet voor de openbare veiligheid. Alle 4 de leden van de vrijwillige brandweer zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, meestal sta ik hier als mensen weggaan. En dit jaar natuurlijk helemaal niet, hè. Iedereen blijft, vooralsnog. Ik kan me voorstellen hoe dat geweest is, want het is een beetje een gekke situatie. Want als je 20 jaar bij de brandweer bent, kom je pas net kijken eigenlijk. Hè? De meeste mensen zitten er wel 35 jaar of zo als ze weggaan. Dus jullie zijn zo ongeveer net halverwege. En dan toch vanavond koninklijke onderscheidingen. En ik ga je zeggen dat het niet alleen namens mij en namens heel veel anderen gewaardeerd wordt. Maar dat ook onze koning vindt dat het gewaardeerd moet worden. En dat ik mag meedelen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd u bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Heel erg bedankt. Meneer Witsiers, de gemeente is u zeer dankbaar voor uw jarenlange inzet en uw bijdrage aan de openbare veiligheid. Zowel ik zelf als vele anderen vinden dat dit gewaardeerd moet worden en ook onze koning is deze mening toegedaan. En daarom mag ik u meedelen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd u bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga heel graag de onderscheiding opspellen. Meer, maar meneer Becker, de gemeente is u zeer dankbaar voor uw jarenlange inzet en bijdrage aan de openbare veiligheid.
Zowel ikzelf als vele anderen vinden dat dit gewaardeerd moet worden. En ook onze koning is deze mening toegedaan. Daarom mag ik u meedelen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u bij koninklijk besluit van 6 juni 2019 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik wil u heel erg feliciteren en de onderscheiding opschrijven. Ja, beste kijkers, we zijn hier vandaag bij de brandweerkazerne. Daar hebben we 4 jubilarissen. Voor de camera hebben we Ferry Wetsiers en Wilfred Wetsiers. Verder is nog Peter Becker en Rob Schoenmakers zojuist gehuldigd. Maar de eerste vraag aan Ferry. Meer dan 25 jaar, hoe hou je daar vol? Ja, gewoon gaan. Als de pieper gaat en je blijft er schikken houden, moet je blijven gaan. Heb ik gezegd. En dat blijven we doen. Maar ja, jullie komen ook niet op alle mooie momenten natuurlijk bij mensen of bij een ongeluk. Jullie komen ook bij trieste. Hoe ga je daar om als brandweerman? Wij komen om mensen die er te redden, Josse. En hoe triest het soms ook is, onze hulp die is altijd in eerste instantie welkom. En dan proberen we altijd op een passende manier mensen te helpen. En als we zoiets meemaken, dan bespreken we iets na met onze korpsleden. En dan proberen we er ook weer een plekje te geven. Jullie moeten altijd bereikbaar zijn, hebben begrepen. Klopt dat? Ja, wij zijn altijd bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En ja, we proberen zoveel mogelijk in de buurt te zijn om eventuele uitruk op te kunnen vangen. De uitruktijd, kunnen jullie die altijd halen van Megen naar, waar gaan jullie overal naartoe? Nou, ons verzorgingsgebied is Megen, Haren, Magaren en zelfs Ooya. En daar staat een wettelijke uitruktijd. En wat we zien is dat het overdag wel eens lastig om deze uitruktijd te behalen. Omdat er veel brandweermensen steeds verder buiten het verzorgingsgebied werken. Ze werken niet allemaal in Megen, Haren, Magaren. En dat betekent dat ze vanuit Os moeten komen. En dat betekent ook dat de opkomsttijd en ook de uitruktijd iets later wordt. Moet je als brandweerman ook een bepaalde eisen voldoen? Je moet zeker een bepaalde eisen voldoen, Jos. Wij worden jaarlijks gekeurd. We hebben een vrij pittige keuring. En dat betekent ook dat je fit moet zijn. En je krijgt altijd de mogelijkheid voor een herkansing. Maar een brandweerman is een fitte, gezonde kerel of vrouw. 25 jaar, Ferry. Dan heb je natuurlijk ook van alles een beetje meegemaakt. Kun je nog het zwaarste ongeluk of brand herinneren die je meegemaakt hebt in die 25 jaar? Ja, mijn zwaarste ongeluk was een ongeval met een boot en een jachtje, waarbij 2 mensen helaas waren overleden. En waar we de halve nacht hebben gezocht in de Maas om de 2 lichamen te vinden. En ik heb verschillende grote branden meegemaakt, maar hieronder bij Smolders. En mijn eerste grote brand was in de Peperstraat in Haren, die toen wel ontzettend veel indruk op mij maakte. Word je wel ondersteund door psychologen of andere hulp die je dan krijgt na zo'n ongeluk? Ja, net zoals Wilfred net al zei, proberen het eerst in ons korps proberen we te bespreken. En als mensen er moeite mee hebben, dan kunnen ze altijd nog extern naar een psycholoog gaan om er eventueel over te gaan praten. Ik zag een hele drukke receptie hier vandaag, hier voor jullie alle 4 natuurlijk. Maar komen jullie nog brandweermensen tekort? Wij op dit moment hebben geen brandweermensen tekort. We zitten zelfs 2 personen boven de sterkte. Maar we hebben alvast rekening gehouden dat er in de toekomst de wat ouder onder ons, bijvoorbeeld een Rob of een Carlo die ook bij de brandweer zit, dat die binnen nu en een aantal jaar gaan stoppen. En als je brandweerman wil worden, dan heb je toch wel 2 jaar opleiding nodig. In de avond wil je uitdruk gereed zijn, zoals we zouden zeggen. Dus wij sorteren alvast voor op de toekomst. Op dit moment geen brandweermensen nodig, maar als er geïnteresseerden zijn, dan kunnen ze altijd even bij ons aankomen. Dan zitten we eigenlijk goed, want je leest in de media dat ze overal vrijwilligers van de brandweer tekort komen. Klopt dat? Ja, dat lezen wij dus ook. Alleen daar hebben wij hier in Megen weinig of geen last van. En we hebben zelfs een nieuwe, Joost Adema, die is in juni aankomen lopen en we vragen van, je was geïnteresseerd. Mochten we aannemen en is eigenlijk al begonnen met de opleiding. Dus ja. Het is ontzettend fijn dat hier in Megen de mensen ook betrokken zijn. En blijven jullie altijd bestaan hier, denk je, in Megen met de brandweer? Daar ga ik wel vanuit, Jos. Er zijn geen tekenen dat er een beroepsbrandweer gaat komen, bijvoorbeeld in Os.
De vrijwilligers zijn nog altijd goedkoper en flexibeler inzetbaar dan beroepsbrandweermensen. En ja, dat heeft ook te maken met aanrijdtijd. Dus ik verwacht dat in onze stad, of dan maar in Megen, dat er altijd vrijwillige brandweer zal blijven. Nou, dat hopen wij natuurlijk ook, want we hebben graag de hulp van jullie als er iets echt gebeurt natuurlijk. Ik wens jullie vanavond heel veel succes. Het is hartstikke druk, dus het lijkt me wel gezellig te worden. Ik ben er bang voor dat het heel gezellig gaat worden, ja. Denk je ook wel, Fred? Zeker wordt het gezellig, Jos. Daar gaan we voor. Proficiat nog, namens Magus TV. Dankjewel. Weet je het laatste voor mij? En dan, ja, goed zo. Even lachen. Perfect. Dierendag. Een dag waarop de dieren een extra aai of een snoepje krijgen. 4 oktober is de geboortedag van Franciscus van Assisi. Hij was een groot liefhebber van dieren. In de kloostertuin van de Franciscanen werden die dag dieren gezegend. In de tuin van Megen en voor sommigen is het een herhaling. Dat is afgelopen jaar het levenslichter gezien. Dus het is gelijk de dood. Hè?
Toen we toch bij de Franciscanen waren, hebben we meteen even gesproken met voormalig gardiaan Theo van Adrichem. Jos van Orsau heeft hem geïnterviewd over zijn nieuwe functie. U bent gekozen tot minister-provinciaal. Wat houdt dat eigenlijk precies in, Theo? Ja, heel eenvoudig te zeggen is dat ik de landelijke overste van de Franciscanen, van de minderbroeders hier in Nederland. En iedere 6 jaar wordt er iemand gekozen om voor 6 jaar leiding te geven aan de broederschap. En afgelopen mei hadden we weer zo'n bijeenkomst. En dan is er een aantal broeders komt samen. Die zijn gekozen afgevaardigden van de broeders. Dat zijn ongeveer 25 broeders bij elkaar. En dan is er van tevoren al wel in de broederschap een peiling gehouden. Wie broeders ook zien wel als kandidaat provinciaal. Maar die bijeenkomst dan van die 25 broeders, die maakt uiteindelijk de keuze. En die is dit keer op mij gevallen. Ja. Dan hebt u ook meer taken gekregen. Ja, dus dat betekent dat de taak anders wordt, omdat ik nu voor alle broeders in Nederland er ben. En het is eigenlijk ook zo, als er zo'n 6-jaarlijks verandering is ook weer van provinciaal, dan vervallen eigenlijk alle functies in de broederschap. Dus gardiaans in de verschillende huizen. Er zijn ook mensen die voor de economie werken. Broeders die andere taken hebben, bijvoorbeeld het gastenwerk hier in Megen. Eigenlijk vervallen al die functies. En dan wordt na die bijeenkomst gekeken wie gaan de komende jaren die functies bezetten. En dat is ook het moment dat ook broeders gevraagd kunnen worden om naar een andere plaats toe te gaan, om een andere taak op zich te nemen. En dat is eigenlijk een van de eerste taken waar dan ook een nieuwe minister-provinciaal voor staat, zeg maar, om dat samen met het nieuwe bestuur te gaan uitwerken. En binnen 3 maanden moet eigenlijk het plaatje rond zijn waar je de komende jaren weer mee verder gaat. En dat zijn dus allemaal de Franciscanen van heel Nederland? Het zijn Franciscanen in heel Nederland. En op dit moment zijn er 78 Franciscanen. En er zijn vele zijn oud. Maar we hebben al jarenlang gezegd, we proberen juist ook enkele plekken te houden waarvan we zeggen, daar gaan we in ieder geval de komende 3 jaar, en hopelijk nog wat langer, mee voort. Dus dat zijn, we noemen dat eigenlijk de toekomstplekken. En dat is gelijk het spanningsveld waar we in zitten. Je hebt, ook als provinciaal, sta je voor goede zorg voor oudere broeders. Maar tegelijkertijd wil je niet alle broeders inzetten voor de oudere zorg, want dan kun je naar buiten niks meer doen. Dus de marges zijn heel klein, maar je moet toch kijken dat zowel de zorg voor de oudere broeders goed is. En dat betekent concreet dat je ook kijkt dat er in oudere gemeenschappen goede gardiaans zijn die ook de goede zorg kunnen geven aan de broeders. Soms met hulp ook van mensen van buiten. En dat andere op andere plekken bepaalde activiteiten van de broeders door kunnen gaan. En heel concreet is dat hier Meeg is een van die 3 plekken die we weer hebben uitgekozen als plek om de komende jaren in te gaan. En dat betekent dat hier ook broeders moeten zijn die het gastenwerk kunnen verzorgen. En dat is dan iets waar de broeders in Megen zelf voor staan. Maar als landelijk bestuur moet je wel kijken dat er een gemeenschap is die dat ook aan kan. Hè? Als je broeders gaat vragen voor iets anders, dan kun je broeders onttrekken die taak zouden kunnen vervullen. Dus dat is iets wat bij de gemeenschap zelf gebeurt. Maar als landelijke broederschap kijk je wel dat er voldoende potentieel aan broeders is om dat waar te maken. En binnen het gastwerk hier in Megen heb je ook weer het Franciscaans jongerenwerk. En daar ben ik al jaren dat ik hier in Megen woon. De laatste 6 jaar heb ik hier gewoond. En was dat een van mijn hoofdtaken. En als provinciaal moet ik nu veel meer naar het land toe. Maar ik vind eigenlijk het jongerenwerk heel leuk om te doen. En ik wil naast meer vergaderen en overlegsituaties ook gewoon praktisch werk blijven doen. Ja. Dus daarom heb ik gezegd, ik blijf graag in Megen wonen. En om met name ook dat de communiteit mee te dragen, maar ook in dat jongerenwerk een aandeel te hebben. Dus dat hier, voor zover dat in Megen gebeurt. En dat betekent dat ik voor mijn werk meer naar Den Bosch ga, waar nu het provincialaat is. Dus je zou kunnen zeggen, daar is het kantoor en daar zitten andere medewerkers. Kan ik nou ook begrijpen dat wij hier het klooster in Megen ook langer kunnen behouden? Ja, kijk, dat, wij zetten daarvoor in, zeg maar, om hier door te gaan. We beseffen ook wel dat we bij een kleiner wordend aantal broeders
moet je soms hele moeilijke besluiten nemen dat je niet op alle plekken door kunt gaan. Maar ik zie toch nog vaak dat er aan het klooster gewerkt wordt, hè, voor onderhoud en zo. Ja. Worden jullie nog financieel ondersteund eigenlijk door de overheid? Of, Kijk, dat is. We krijgen soms wat subsidie voor bepaalde onderdelen, maar dat is bij lange na niet voldoende om alle onderhoud hier mee te financieren. Dus dat is ook een van de vragen. Hoe lang kun je het op een plek volhouden? Ja, ja. Ook financieel. We hebben wel, dat wordt de wijsheid geweest van broeders van 20, 25 jaar geleden. Als er dan een huis verkocht werd, dan zeiden we eigenlijk, joh, wij hoeven geen geld op te potten. We hebben heel veel weggegeven, ja, voor goede doelen of naar broeders in Brazilië, in India, die heel weinig te verteren hadden. Maar er is ook een moment geweest, dat, ja, als wij hier zelf door willen gaan en de inkomsten van de broeders, de werkende broeders, wordt minder, dan zullen we toch wat reserveringen moeten maken. Dus voor het groot onderhoud is heel lang geleden, zijn wel reserveringen gemaakt, waaruit we nu kunnen putten. Maar ik zie de laatste tijd heel veel toeristen in Megen en ik spreek ze vaak aan en ze zeggen, we zijn op bezinningsdagen, zijn bij de paters of bij de klooster. Ja. Dat levert natuurlijk ook iets op voor u. Ja, dus natuurlijk dat geeft bepaalde inkomsten. Maar we proberen het juist ook weer laagdrempelig te houden. Hè? Dus ook dat de financiën niet, moet je zeggen, een belemmering hoeven vormen, zeg maar, om naar hier te komen. Plus dat je hebt hier natuurlijk ook een ja, bescheiden accommodatie. Ja. Dus daar kun je ook niet de hoogste prijs, nee, voor vragen. Al bij al krijgen we daar inkomsten uit, maar dat haalt het bij lange na niet, zeg maar, om het geheel financiële rond te krijgen, rond te breien, zal ik maar zeggen. Ja. Maar juist hier, zeker voor Megen, dat er gasten komen, dus we hebben natuurlijk toeristen die komen langzaam uit, gasten die meeleven, ja, dat is wel een hele belangrijke bestaansreden voor ons hier. Als die er niet waren, kun je zeggen, wat moet je met zo'n groot klooster, ja, en als je daar een kleine gemeenschap hebt, en wat doen de broeders dan? Ja. Dus daarom is dat gastenwerk is juist wel een hele belangrijke. En treden er ook nog broeders in tegenwoordig? Want het is toch een bepaalde roeping, dacht ik, of niet? Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Het is een hele levenskeuze. Hè? Dus ja, je kunt zeggen, ja, de ene zal zeggen trouwen. En de andere zeg je verbindt je voor het leven ook aan een religieuze gemeenschap. Ja. Het is niet in de aantallen dat het natuurlijk geweest is, maar wij zijn wel heel blij dat er zo in de loop van de jaren wel zo nu en dan wel één broeder intreedt. En zo hebben we afgelopen jaar, ik moet zeggen, dat vond ik een van de mooie dingen wel van de eerste periode. In augustus was de tijdelijke verbintenis van Benedetto, een van de nieuwere broeders. Die heeft zijn kennismakingsjaar, zijn noviciaatsjaar, samen met andere novicen in Ierland doorgemaakt. En daar we hebben daar een gemeenschappelijk vormingshuis nu, om wat meer jongeren bij elkaar te hebben, dat ze niet alleen hun ingroei meemaken. En 15 augustus was daar de tijdelijke verbinding. Dus ik mocht naar Ierland toe om daar. En dat is wel heel indrukwekkend, want dan legt hij in jouw handen, spreekt hij de geloof uit, dat hij zegt, ik wil me verbinden ook aan evangelisch leven. En uiteindelijk is de binding met God, maar wel binnen de kring van jullie broederschap. En dat is wel heel indrukwekkend, omdat die gelofte te mogen afnemen dan. Dus die is nu weer in Megen hier, dat hij bij ons meeleeft en begint met een opleiding in de zorg, omdat dat zijn passie is en dat hij daarin werkzaam kan zijn. En verder is er begin september in Amsterdam iemand begonnen met zijn postulaat, dat is een kennismakingsjaar. En dat kan er dus op uitdraaien dat die over een jaar intreedt. Ja, ja, ja. En dus het gebeurt. Ja. Ja, broeder Theo, hoeveel kloosters zijn er eigenlijk nu nog in Nederland? In Nederland zijn er 8 gemeenschappen op dit moment, waarvan 5 met vooral oudere broeders, enkele een zorgcentrum en andere. Dat is nog wel een eigen klooster, bijvoorbeeld in Nijmegen, maar waar broeders wel wat hulp van buiten kunnen krijgen, thuiszorg, maar zich nog redelijk kunnen redden. En 3 plekken waarvan we zeggen, hey, daar willen we de toekomst in. En dat is de kortere termijn. Ja, ja. En dat is dan Megen, 's-Hertogenbosch en Amsterdam. Ja.
Zodat ik u hoorde vertellen, hebt u al wat gereisd de wereld. Maar hoe bent u dan eigenlijk hier in Megen terechtgekomen? Ja. Dus mijn levende broederschap begon in 1980 met een noviciaat in Amsterdam. En daarna ben ik in Rotterdam werkzaam geweest. Toen 2 jaar in Brazilië. En dat was om te leren eigenlijk, de manier van bijbellezen zoals dat daar gebeurde. Dat is wel heel bijzonder. En daar heb ik 2 jaar geleefd. Daarna 7 jaar terug in Delft. Toen heb ik als pastoraalwerker in een parochie gewerkt. En vervolgens heb ik drie jaar in Brussel in een vormingshuis van Vlaanderen. Vlaamse en Nederlandse minderbroeders en kapucijnen. Dat was een gemeenschappelijk vormingshuis. Toen 9 jaar Amsterdam. En toen werd ik gevraagd voor Megen. En daarvan zeiden ze wel, je woont graag in een stad. En je rijdt geen auto, dat is niet zo praktisch misschien. Maar wat daar te doen is, past wel. En dat was met name ook voor het Franskaans jongerenwerk. En ik dacht, de stad, nou ja, daar moet ik dan maar aan gaan wennen. En dat is me goed meegevallen. Hoewel ik wel graag ook eventjes nu en dan weer naar elders ga. En vervolgens dat ik ook, wat geen autorijden betreft, bevalt me eigenlijk goed. Het fietstochtje naar Os, op en neer. En dat is nu met deze nieuwe functie wat vaker nog. Maar dan heb ik mijn beweging, hoef ik niet naar de sportschool toe of te gaan zwemmen. En dus ik vind dat eigenlijk wel heerlijk. En ik woon hier graag. Ja, want het is ook een stadje natuurlijk, maar Megen of Amsterdam of Brussel is wel een verschil. De sfeer is een beetje anders, ja. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja. Onze Servatiuskerk zit al dicht, heb ik begrepen, maar hier kunnen we altijd nog elke zondag naar de Heilige Mis. Klopt dat? Ja. Dat is natuurlijk altijd geweest, maar inderdaad, dat klopt dat hier zondag om 9:30 is hier een eucharistieviering in de kerk. En toen de Servatius gesloten werd. Toen is er vooraf al wel contact geweest, omdat daar natuurlijk 2 koren waren. Ze zeiden, zouden we een keer zou ook bij jullie kunnen zingen. Dus we hebben nu dus dat daar in de laatste zondag van de maand, dat dan het gemengde koor van de parochie, ja, maar dat zingt dan hier in de kloosterkerk. En dat is eigenlijk een hele goede. Goede samenwerking. En dat betekent dat iedereen hier naartoe kan. Ook bij de zusters. Zondagmorgen is daar om 9:00 een viering. En er zijn nog altijd mensen van buiten. Zijn daar ook van harte welkom. Het is mede reden geweest dat hier in Megen de parochiekerk ook dicht is gegaan. In tegenstelling tot Magaren en Haren. Omdat er zijn hier eigenlijk op zondag 2 vieringen. Dan is daar een mogelijkheid. Dus het is natuurlijk wel heel jammer voor de parochie betrokkenen zo in Megen, maar ja, we ontvangen ze van harte en graag. Ja. Oké, Moeder Theo, hartstikke bedankt voor dit interview. We zenden dit op een mooie plek uit natuurlijk. Oké, bedankt, graag gedaan. De Boerenkapel heeft voor muzikale ondersteuning gezorgd tijdens de Marathon van Eindhoven. Ze hebben de lopers op meerdere plekken met hun muziek een steuntje in de rug gegeven.
Brabant Wonen organiseerde een informatieavond voor omwonenden van het voormalige verzorgingstehuis. Tijdens deze avond werden de plannen voor de toekomst bekendgemaakt. Dag beste kijkers, we zijn hier vanavond in de Maashorst in Megen. En dan gaat Brabant Wonen met Mullenbouw de oude vleugel verbouwen. Er wordt vanavond dus hier een toelichting gegeven aan de bewoners en de omwonenden. Bij ons hier Jeanette Kroes. Jeanette, wat gaan ze allemaal vertellen vanavond? Vanavond hebben we de bewoners van Maashorst en de directe buren, ook vertegenwoordigers van de school, uitgenodigd om te vertellen wat de verbouwing in gaat houden. We gaan volgende week starten. Zo stiekem is er de afgelopen weken al het een en ander gebeurd, maar volgende week gaan we echt starten. Dan gaan we vanavond vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Hoe lang gaat de verbouwing eigenlijk in zijn tijd houden? Als alles mee zit, en dan verwachten we medio volgend jaar zo rond de zomer klaar te zijn. Rond de zomer? Ja. En dan kunnen de bewoners erin nog voor de winter? Ja, voor volgende winter. Ja. Zeker, zeker. Ja. En de verbouwing, welk bedrijf gaat het doen? Dat is Mullenbouw, die zullen hier vanavond ook zijn. Iemand van Mullenbouw die gaat toelichten wat het betekent als zij gaan verbouwen. Wat jullie daarvan gaan merken als bewoners en buren. Hoe ze dat aanpakken. Als jullie vragen hebben of andere zaken. Hoe je contact met hen kan hebben. Wie jullie contactpersoon is. Nou, al dat soort zaken. Ja, het gaat ook over parkeerterreinen en hoe dat met de omgeving gaat. Precies, natuurlijk precies. Met geluid en energie. Werktijden, dat soort zaken. Ja, want er zal best wat overlast zijn van bewoners. Natuurlijk, ja, door de bouw, maar ook voor de bewoners. Ja, helaas verbouwen en renoveren helemaal zonder overlast is niet mogelijk. Maar natuurlijk proberen zij dat tot minimum te beperken. Het meeste zal ook binnen gebeuren. De buitenzijde die blijft gewoon zoals die is. Wel kozijnen worden aangepakt. Maar dat betekent dat voor de omgeving, ja, met name het verkeer, bouwverkeer en opslag van spullen. En hoe en waar ze dat gaan doen, dat gaan ze vanavond vertellen. Het is al een tijdje geleden dat we hier een drukke avond hebben gehad natuurlijk. Maar kunnen kandidaten zich eigenlijk nog inschrijven? Ja, dat zou ik ook zeker adviseren. Iedereen die interesse heeft om hier straks een appartement of een studio te huren, die kan zich gewoon inschrijven bij Woonservice. Kost €10 per jaar en dan ben je ingeschreven. Ja. Ja, en daar, straks als de woningen zover klaar zijn dat we ze in de verhuur kunnen, dan worden ze daarop gepubliceerd. En dan laten we dat uiteraard hier op tijd weten, zodat jullie weten van hey, ze staan erop. Gaan Megense mensen, hebben die nog de voorkeur? Niet speciaal Megense mensen, maar we gaan zeker wel kijken naar mensen met een sociale of economische binding met Megen. Wat dat precies betekent, gaan we de komende periode vormgeven. Maar dat vinden we wel eerlijk. Heel veel mensen, met name de jongere mensen, die staan misschien niet eens ingeschreven bij Brabant Wonen. Want wij hebben hier eigenlijk, behalve de bestaande vleugel, hier hebben wij hier geen appartementen. En dan zou iedereen van buiten Megen sowieso al meer inschrijftijd hebben. Dus daarom gaan we daar zeker goed naar kijken. En ook om te kijken, gewoon omdat er ook veel behoefte is om aan een netwerk wat hier staat te versterken. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat weten we nog niet. Nee. Maar dat gaan we uitwerken en daar komen we op terug. Oké. Okay. Jeanette, bedankt voor het interview en succes. Ja, jullie ook. En als er vragen zijn, of laat maar weten. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Megen stond afgelopen weekend in het teken van Oeverloos. Os Cultureel streek met hun theaterroute neer in en om Acropolis. De 7 voorstellingen waren bijna allemaal uitverkocht. Dat heb ik geleerd van een hele lange man, die woont daar verderop aan de dijk.
Zeker 2 meter lang is die vent. En die gaat iedere dag, gaat hij 's ochtends op de dijk staan. Ja. Met zijn handen in zijn zakken. En dan begint hij te loeien. Te wat? Te loeien? Te loeien. Over de uiterwaarde van... En je gelooft het of niet? Maar dan komen ze. Wie? De dames. Ja, eerst kijken ze schuchter op, hè. Hè, afwachtend. En dan shoppen ze 1 na 1 richting die man. Afwachtend, rustig. Maar na een minuut zijn die meer te houden. Als malse biefstukjes in spe rennen ze op die man af. En die uiers die siepen van links naar rechts, van links naar rechts. En ze blijven maar rennen. En die man die blijft maar loeien. Ja, zoveel aandacht, dat streelt zijn ego. Nou ja, iedereen tevreden. Ga nou niet drinken. De dag moet nog beginnen. Toe, laat nou maar staan, hè. Alcohol lost toch niks op? Thee lost toch niks op? Toe, kom, laat nou maar staan. Ah, drink als ik opgevoed ben. Of als ik verdrietig ben. Ja, en als ik gelukkig ben. Nou, ik drink verplicht als het visite is en stiekem als ik alleen ben. Maar verder haak ik de rotsen nooit aan. Ja, alleen als ik dorst heb. Nou, goed. Ja, zoiets zei die Bollings er al. Met zijn eigen gemaakte deftige champagne. Champagne? Nou, dat zit er hier niet aan. Eva, die wil gewoon studeren. Begrijp dat dan toch? Studeren, ja. Ja. Dat is zeker gratis. Nou, dat zit er hier ook niet aan. En bovendien, Marie. Als het gratis is, dan ben je zelf het product. En dat snap jij ook. Wat als ze straks gaat? Ik ben er bang voor, hoor. Hoezo? Sakkerjoedok. Hoor je de bomen, vader? Hoes! Ja, Henkie, ik zie de bomen. Hoes! Hoes! Ik krijg wel een harde kont, pap. Ja, Henkie, ik krijg ook een harde kont. Maar ik geloof dat we er bijna zijn, jongen. Ja, hier moet het zijn. Oh ja, ik ga dat denk ik ook. Het is wel mooi, zeg. Meiden zijn, echte meiden. Wat is dit, Felix? Felicia. Oh ja.
Latijnse les een tekening van Leonardo da Vinci. Misschien zijn jullie hiervan geschrokken. Zo'n blote man en zo'n blote vrouw zo dicht bij elkaar. Schrik maar niet. Da Vinci gelooft in een rechtstreeks verband tussen de hersenen en de genitalia. Een man neemt een vrouw en drinkt met zijn onderlichaam. Zonder jullie gestaan. Maar ja, het stond in de krant. Ik kom eraan. Ik ga graven delven. Kanalisatie van de Maas en dat ze de graven zou ruimen. Dat je ons nog gevonden hebt, Jules. Ik vind het geweldig. Ja, ik ook, ja. Maar zie je ons hier nou eens staan, hè? Drie oude mannen. 30 jaar later. Ja. Maar alle drie wel goed op onze pootjes terechtgekomen. Zeker. Zelfs ik. Oh, kan ik u helpen? Ja. Was me niet gelukt zonder jullie. Gaat het meer? Denk ik ook niet. Ja, ik kom een graven delven. Oh. Ah. En wij komen kijken, want het is wel heel toevallig dat we door dit nou hier elkaar weer zien. Hè? Ja. Ja, jongens, de wonderen zijn er weer. Zal ik u eens wat vertellen? Ik zie helemaal niks. Er zit niks in. Hij is leeg. Hij is leeg, ja. Hij is toch leeg? Een lege groeve. Ja, hij is leeg. Zie je? Waarom? Ja, hier is leeg. Oh, joh, kijk hier. Hey. Oh, kijk dan. Het is kapot.
Jee, het staat een biertje. Waar ga je dan? Ah, het staat een biertje. Ja, dat kan je ook al doen. Het zit er weer op voor deze keer. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens, tot Magus.